Ik ben Siglin Emanuel en ik ben coördinator en oprichter van Minami Amsterdam. En wat Minami samen met het buurtteam doet, is Amsterdammers helpen om ze sterker in hun kracht te zetten. Door middel van, wat wij dan doen is dan praatgroepen, wandelgroepen en één op één gesprekken met de maatschappelijk werker van het buurtteam. Elke dinsdag hou ik hier bij Minami een inloopspreker waarbij ik mensen ondersteun bij allerlei verschillende soorten vragen. Denk aan financiële vragen, aan vragen rondom eenzaamheid, huisvesting, reageren op woningnet, bij eenzaamheid, het koppelen aan een maatje, een bijstandsuitkering aanvragen, ontzettend breed. En de reden waarom wij een maatschappelijk werker van het buurtteam hier hebben is dat de bewoners nog dichter bij de professional komt te staan. En dat de vragen ook van de bewoners ook makkelijker en op en in de eigen buurt zeg maar beantwoord wordt. Ik bespreek met Minami aanmeldingen, maar ook gewoon mensen die binnenkomen lopen. Wat mijn visie op bijvoorbeeld een bepaalde casuszaak is. En wat bijvoorbeeld de visie van Minami is op een bepaalde casus of zaak. En daar hebben we het over, daar sparren we over. En dan kijken we wie wat kan betekenen voor de bewoner. Ik wist dat jij bij Minami werkt, of dat jij dit doet hier met Minami in de wijk. En dat ze zich dusdanig op jouw gemak voelde om haar thuissituatie met jou te bespreken. Waar ook sprake bij is van huiselijk geweld. En verwaarlozing van haar kind. En dat jij dus vervolgens denkt, jij signaleert het dan. En dat je dat dan meteen aan mij kan doorkoppelen. Mm. Omdat ik hier gewoon zit elke dinsdag. Waardoor ik meteen mevrouw kan spreken eigenlijk. En Minami wordt steeds bekender hier in de Amsterdamse poort. Dat dit een plek is waar je eigenlijk laagdrempelig kan binnenwandelen. En eigenlijk dat je hier vooral jezelf kan zijn. Minami betekent ook, ik ben ik in het Surinaams. En deze mevrouw, die is eigenlijk bij Minami binnengekomen om haar verhaal te kunnen gaan doen. Dat is een verhaal met eigen relatieproblematiek, waar huiselijk geweld in plaatsvindt en verwaarlozing van een kind in plaatsvindt. En omdat Minami zo'n veilige plek is waar dat laagdrempelig besproken kan worden, heeft Minami haar eigenlijk het vertrouwen gegeven om dat ook met een formele hulpverlener, ik, dus bijvoorbeeld te bespreken. Waarna ik dan ook weer stappen kan ondernemen. Maar de samenwerking tussen Minami en het buurtteam zou je kunnen zien als een samenwerking tussen de leefwereld en de systeemwereld. En dat is als het ware een soort van brug tussen die twee.